mensen, ik heb een nieuwe video, Hulde kan Floris. En vandaag ga ik mijn eigen Pass Royale plus bonus reward chest plus nog wat andere kisten openmaken. Het wordt een van de grotere chest openingen op mijn account sinds lange tijd. Dus like en we gaan voor die 2500 likes. Ben je niet geabonneerd, abonneer. Ik zit op mijn account en ik ben een beetje gestopt met chest openingen op andermans accounts. Ik vond het op een gegeven moment niet heel leuk meer en het werd niet zo heel goed bekeken. Dus voor de mensen die aan het opsparen zijn, sorry daarvoor. Maar ik ben er dus nu even mee gestopt. Maar we gaan de hele Pass Royale openmaken. We gaan deze bonus... Ja, Elvins, ik weet het. Deze bonus chest openmaken. En het maakt niet heel veel uit, want we missen één magical chest en 10k. Deze twee dingen boeien mij echt 0.0. Dus we gaan deze openmaken. Echt mega slecht trouwens, Elvins. En wij gaan deze twee rammers hier beneden openmaken. En ik moet het dus nu doen, want ik ga bijna weg. Het is nu nog vrijdag. Deze video komt over een week pas online, denk ik. Of iets minder wel dan een week. Maar ik ga zo weg. Je ziet hier mijn tas ook in de achtergrond. En ik wou hem eventjes helemaal completen met spelen, de Pass Royale. Dus nog de laatste twee tiers. Maar ik heb letterlijk geen tijd. Ik moet over anderhalf uur moet ik de deur uit richting het vliegveld. Want ik ga eventjes een tijdje terug naar Nederland. Na een tijdje, 4 dagen. In ieder geval, wij gaan rammen. En wacht, het is eventjes heel belangrijk. Ik zal uitleggen waarom, dus daarom check ik even mijn mobiel. Oké, nee. Ik zal het zo uitleggen wat er aan de hand is. Ik ga ondertussen hierbij beginnen en dan leg ik uit waarom ik mijn mobiel check. Ik woon in Madrid nu. En zoals jullie weten, speelt Real Madrid. Als deze video online komt, is misschien die wedstrijd denk ik al gespeeld. Gaat Real Madrid volgende week voor mij dus nu, op het moment van opname, spelen zij tegen Manchester City. En de eerste wedstrijd is 4-3 voor City. En de tweede wedstrijd is in het Real Madrid stadion. En we zitten te kijken naar kaartjes. En zijn kaartjes zijn uitverkocht. Super moeilijk om te krijgen. Maar af en toe komt er eentje online. Dus we zitten te kijken of we dat kunnen fixen. Dat zal natuurlijk heel ziek zijn. Dan zitten we niet naast elkaar. Maar ja, voor €150 is het volgens mij. Die tickets gaan rond de €150. Dat is natuurlijk gewoon een no-brainer. Boom, daar ga ik gelijk heen. Dat is super light natuurlijk. De halve finale Champions League. En het is nog spannend, weet je wel. Dus ik wilde heel graag heen. En ik zat echt opeens twee appjes op rij te typen. Dus ik wou even snel kijken van hoe en wat. Heb je misschien iets gevonden of zo? In ieder geval, wij gaan dus door. Daar hebben we de Book of Books die we niet hoeven te gebruiken. Want we hadden geen Book of Books meer. Die hebben we natuurlijk gebruikt op de Mighty Miner eerder aan het seizoen. We hebben hier e-barbs, hebben gold, gems, drie musketeers, hutje, minipacken en skeldraken. Dit seizoen heb ik trouwens niet heel goed gespeeld qua cups. Ik kan best wel makkelijk nu denk ik potjes winnen, maar ik heb gewoon heel weinig tijd gehad dit seizoen. Omdat ik twee soort van vakanties heb. Of nou ja, dit noem ik niet een vakantie, ik ga terug naar Nederland. Maar soort van vakantie. En ik ben een week ook weg geweest en ik heb tentamens gehad in het begin. Ja, het begin van dit seizoen. Dus het is allemaal een beetje druk geweest dit seizoen. Maar volgend seizoen gaan we natuurlijk gewoon weer volledig tegennaam. Laten we doorgaan tot tier 15 en laten we dan ook gaan eventjes een potje spelen. Dan gaan we daarna door met de rest. Gewoon het een beetje te variëren. Want anders krijg je alleen maar chesten op rij. En dat is misschien ook niet heel erg leuk. Ik ben trouwens wel blij met die update. Dat het nu natuurlijk level 14 is. Ik ben er eigenlijk achteraf voor. Op het begin dacht ik echt van shit, dit gaat zo lang duren om te maxen. Maar nu is zo'n chest opening op mijn eigen account een stuk chiller. Ik krijg gewoon wat extra kaarten erbij. Gold erbij. En je bent nu echt weer ergens voor aan het sparen, zeg maar. En anders was ik gewoon nu al, denk ik, dan was ik nu al helemaal max geweest. Letterlijk elke kaart had ik dan max level. Misschien is dat ook minder leuk voor de progressie. Golden Hit, Recruits, Scale en dat. Dan gaan we even één potje online doen. Ik pak gewoon even de drill deckie. Waarom niet? Doe ik even zo kies. Tijdje geleden dat ik met drill gespeeld heb, volgens mij. Op mijn kanaal dan. Doe even één potje en dan gaan we gewoon gelijk daarna weer door. Laten we na dit potje de bonus reward chest doen. Dat is wel een mooie chest, denk ik. Doen wij de bomber in de back. En kijken we wat Alamor gaat doen. Ja, we weten allemaal waar we tegenkomen. Hallo Xbo. Hallo Xbo. Ja. Oké. Dat ding is weg. Top. Heeft die Mighty Miner XP? Oké, dat kan voor ons nog een klein voordeel zijn. Want wij spelen niet met een tank. Dus voor ons is dat wel een klein voordeel dat die Mighty Miner XP speelt. Daar is de XP. Even kijken of we kunnen sneaken. Met dubbele balbrekers connect. Dan is die XP zo goed als weg. Dan zetten we de druk ook nog door met dus de drill die te laat aankomt waarschijnlijk. Nee, die niet te laat aankomt. Dat is heel chill. Dat is heel chill. Chippen we een beetje weg. Maar heeft hij meer elixir nu? Daarom denk ik dat ik dit helemaal ga negeren. Ik denk dat dat de beste keuze is. Dan doet dat denk ik wel wat damage. Ja, denk ik. Dat doet heel wat damage. Maar ja, dat moet ik gewoon accepteren. Hier, bam. 700 damage. Maar dat moet ik accepteren. Of 600.
Want anders stonden we te ver achter in elixir. Alhoewel het nu best wel... Zie jij, dropt nu pas kaart. Dus ik stond maar één elixir achter. Dus misschien was het uiteindelijk helemaal niet zo'n hele slimme keuze geweest. Drop ik de bomber in de back. Kan hij vuurballen? Laten we hem nu een Tesla droppen in het midden. Gewoon even twee elixir voor vier. Prima. Huh? Dit zag ik niet aankomen. Net wel gelogd. Dus we kunnen de guards doen. Hoge bomber misschien voor Ar... Oh, de Ar... Oh, kijk, de linkerkant. Kijk, die linkerkant. Die linkerkant pakken we sowieso. Dan moet ik heel eventjes wachten tot die X-bal op de toren zit. Ja, en dan kom ik nu pas met walbrekers. Wachten tot die op de toren zit. Anders gaat die X-bal die walbrekers nog kapot maken. Dit ziet er goed uit, boys. Want als wij die linkertoren weten te pakken... En we spelen dan voor... En hij pakt mijn rechtertoren. Dan kunnen wij dingen op zijn X-bow plaatsen. En dat gaat zoveel schelen. Dat gaat zoveel schelen. Laat ik even de Inferno-toren hier droppen. Die gaat die Mighty Miner pakken. En die tankt natuurlijk voor de X-bow. Dan kan ik hier de toren raken met de X-bow erbij. Dat is natuurlijk Value Town. Droppen we dit hier zo. Droppen we de drill. Druk zetten. Dan gaat hij hier nu natuurlijk wel wat damage doen. Maar ja, dat is dan maar even accepteren. En dan hebben wij met een vuurballetje genoeg. Dus, dan moeten wij nu gewoon ervoor zorgen dat wij de 24 seconden overleven. Droppen wij eerst de vuurtoren. Ja, droppen we nu de velje vuurbal. Nice. En dan moet ik even snel cyclen naar een Valkyrie. En dit. En guards. En bomber. En hij doet een beetje damage. Moet ik even oppassen zo. Dan wil ik dat die archers geen damage doen. En dan pakken we nu zo'n toren met de voerbal. En dan is het good game. Winnen we het eerste potje. Schakelen we even weer terug naar de chesten. En gaan we gewoon weer wat chesten open rammen, boys. Daarvoor zijn jullie hier waarschijnlijk aan de titel te zien. Oké, dan doen wij eventjes even checken wat zijn PR'tjes. We gaan ook lekker op een winstreek. Ik speel gewoon eventjes niet heel veel. Ik kan misschien op het vliegveld straks eventjes wat potjes gaan spelen. Nou, 7k zal het niet worden. Maar ik kan wel eventjes pushen naar... Ja, wat zal het zijn? 6700, 6600. Doe ik even dit unlocken en gaan wij nu dus die bonus reward chest openmaken. 500 gems. Accept. Oké, en dan gaan we hier beginnen. Let's go. 10k gold. 5 clone. Dan hebben we hier lightning, giant skeleton, X-bow en Adef witch. Hier een nieuw plaatje. Even leuk plaatje voor de witch. Leuk plaatje voor de witch. 10k gold weer. Wildcardjes, hebben we hier een Giant Chest Gold, Wildcard, Battle Ram, Goblins en Mini Packen. Hebben we hier weer 10k, hebben we hier weer wat Wildcards en hebben we hier een mooie kist waar je hem eigenlijk voor koopt natuurlijk. Gaan we even kijken. Nou, dit hoeven we niet te kiezen, dit hoeven we niet te kiezen, dit hoeven we niet te kiezen en dit hoeven we niet te kiezen. Dan gaan we door. Nou, makkelijk, Cage. Is dat wel makkelijk, Cage? Want Cage hadden kunnen upgraden met Wildcards, dat is een domme keuze. Ik moet even iets slimmer gaan nadenken nu. Nou, goblins. Dat was een domme keuze namelijk. Dit is makkelijk. Met de andere hebben we max. Maakt niet uit. Maakt wel uit, want we hebben ze allebei max. Maar bij deze krijg je star points. En ik ga ook binnenkort een nieuwe star points video maken. Dan hebben we hier de legendaries. Zijn het er 1 of 2? Het zijn er... 1. Het is er 1. Het zijn er. Het is er 1. Wil ik dan liever 20k gold? Nou, ik op dit moment wel heel... Normaal gesproken had ik de gold gepakt, maar op dit moment heb ik wel heel veel gold. Dus we pakken nu gewoon de Fisherman en dan de Champion. Laten we hopen op de Skeleton King. En die zit ertussen. Nou, kiezen we natuurlijk de Skeleton King. Moeten we nog één Skeleton King? En dan kunnen we met een Book of Books naar max level. Dat is wel mooi voor een video. We gaan hem sowieso krijgen, want we hebben een Royal Chest. We hebben nog 2 Royal Chesten te gaan. Oeh, dat wordt heel erg nice, boys. Gaan we eventjes een paar extra tiers doen. Doen we tot 20 en dan gaan we daarna nog één potje doen en dan maak ik het helemaal af. Gold, gems, we hebben nog geen legendary weten te krijgen in de kroonchesten. Dat is een beetje jammer. Gold, gems, wildcard, rascals, collector en heal spirit. Dan krijgen we hier giant skeletons. We hebben hier gold, gems, wildcard, cannon card, royal recruits, rascals en dart goblin. Epic token. We hebben wel max level. Gems, Wild, Elector. Oh, let's go! En de Legendary is binnen in de kroontjes. Super nice. Eentje is gewoon prima om te krijgen. Het is een remrijder. Heb ik nog niet max level. Dus dat is chill. Dan hebben we weer een extra Legendary erbij. Dus dit is de laatste tier die we voor nu doen. En dan gaan we nog even één potje doen. En dan maken we het helemaal af. Oké, laatste potje dan van de video. Let's go. Weer met drill en walbrekers. Dan komen we tegen Woo. Uit de clan Tana Delle Fan. En het is een level 13. Nou ja, als we deze guy niet kunnen aanpakken, dan weet ik het ook niet meer. Laten we even hopen dat het in ieder geval tegen een ander soort dekkie is dan weer een X-bow. Dat zou heel erg saai zijn. En het is inderdaad dus een ander dekkie. Gaat hij een Magic Arch op de brug gooien?
Nee, geen Magic Arch op de brug. Magic Arch en een Dark Prince in hetzelfde deck zie je trouwens ook niet vaak. Dan splitten wij Wallbreakers. Duwen we daarmee de Valkyrie wat sneller naar de toren. Die gaat een hit doen. Ah, shoot. Eén meer naar links moeten doen. Eén meer naar links. Oh, ik deed. Oké, let's go. We hitten toch de Mega Man. Dus Mega Man dood. Is dit super veel value natuurlijk. Mega Man samen met de. Ik drop het trouwens in één lane zo dat hij misschien dit gaat loggen. En dat wil ik. Ik wil dat hij logt. Want dan komen we het in onze drill. Dan rage de toren. Oké, dat kan. Dan komen we gewoon alsnog nu met de drill. Want hij logt dus niet. Wat voor een deck is dit? Rage. Mega Minion. Moeder Witch. Dark Prince. Sparky deck hier dan. Het is, ja, minipack sowieso. Het is de Goblin Giant Sparky. Het is de Goblin Giant Sparky. Kijk, daar is de Sparky. Dit is heel handig dat je, als je veel Clash Royale speelt. En ik speel niet eens zo heel veel Clash Royale trouwens. Is het gewoon heel handig dat je dit soort dingen herkent. We weten nu, oké, we komen tegen Sparky voordat hij überhaupt de Sparky nog gedropt had. En dat is gewoon heel erg handig. Hij laat ons hier hitten, want dat is natuurlijk wat Sparky's doen. En dropt hij nu net een tanker voor? Doet hij niet? Nou ja, we proberen het wel, maar hij mist. Oh nee. Oeh, dat is een kostige mis daar. Dan moeten we hier de Valkyrie droppen. Snel. Om die extra damage te doen en te tanken voor die bomber. Dat doen we dan wel weer lekker. En dan heeft hij net zijn zap gebruikt. En dan gaan we nu dubbel lane. Hij moet een troep gebruiken aan de rechterkant. Wil hij die Wallbreaker stoppen? Dat moet hij. Dat doet hij niet. Nou, dan connecten ze allebei. En dan doen we ook nog eens damage via de andere kant. En dan is dit een hele goede keuze geweest dan. Dan drop ik wel eventjes een guard hieromheen. Dan stopt dat natuurlijk niet helemaal. Dan moet ik even deze dit droppen. En dan gaat die Mega Man wel twee keer hitten, denk ik, op de toren. Misschien drie keer. Drie keer. Ai, 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 ai. Dat is heel veel damage. Dan denk ik dat hij mijn toren, linker toren, denk ik niet meer dat ik die kan verdedigen. Dus ik denk dat we straks naar 1-1 gaan. En bomber op dit hoekje. Dan hoop ik dat ik die guards niet hoef te droppen. Op de minipacken. Die hoef ik inderdaad niet te droppen op de minipacken. Slechte guards daar van mij. Snel nog een Inferno toren. Kijk, weet je, het is, ik weet dat ik die toren kwijt ben. Maar het ding voor mij nu is alleen dat ik hem niet zo kwijt wil zijn. Dat hij, zeg maar, gelijk door kan pushen voor de drie kraan. Maar dat kan hij niet. Dan stop. Hij dropt daar zijn Dark Prince. En dat. Nou, dat is helemaal mooi. Dan heb ik een mooie vuurbal. Dan drop ik dit hier. Komt hij waarschijnlijk met Sparky nu in de back. Droppen wij Wallbrekers om die druk te zetten. Fire Spirit erbij. Misschien kan dat nog iets afleiden of hitten. En één Wallbreaker connect, twee Wallbreaker connect. We winnen dit potje weer best wel gemakkelijk. Want de andere toren van ons zat nog op vol levens. Top! We hebben twee mooie potjes gespeeld, al zeg ik het zelf. Gaan we even checken naar zijn PR. Ja, ik zit ook wat lager. Dus ik kan nu echt wel flink omhoog pushen. En ik denk ook als ik tijd over heb dat ik dat ga doen op het vliegveld. Maar dus helaas niet meer in een video. Want ik heb echt heel weinig tijd gehad de laatste dagen. Maar we gaan eerst eventjes deze Giant Chest openmaken. Die zitten in Wildcard, Dart Goblin, Skeleton Draken en Recruits. Dan gaan we door met deze kisten. En dan hoop ik dus heel erg op nog één Skeleton King. Dat zou zo nice zijn. Bats, Bomtoren, Furnace en Giant. Dan hebben we hier een Tesla. Dan hebben we hier een Key. En dan hebben we Gold, Gems, Wildcard, Skeldraken, Dart Goblin en al die andere dingen. En al die andere dingen. Kom. Nog één Legendary is wel super nice. Ik ga even weer een stok nemen. Beetje droge keel. Zo. Prins, Gold, Gems, Bats, Arrows, Rascals. Wordt daar weer een meme over gemaakt trouwens? Ik heb een beetje droge keel en dan ga ik ze kuchen. Met een stok water. Ja, daar wordt sowieso een meme over gemaakt. Oké. Okay. Barb, Minions, Skeleton Army en Wizard. Hebben we hier weer wat wildcards. Ja, voor de mensen die denken, Floris, gooi dan die wildcards op een kaart. Ja, dat kan ik eigenlijk op zich wel doen. Ik kan het op zich wel doen. Maar maakt in principe niet heel veel uit. Want ik heb alle comments volgens mij al max level. Ik kan eventjes op deze gooien. Want als we die dan krijgen, krijgen we gold. Dat is misschien wel handig. Gooi ik het ook op deze. En dat is nu wel goed geweest. Oké, dan gaan we door. Wildcards. Dan hebben we hier gold, gems, wildcard, hut, zappies en dark prince. En de epics kan ik al helemaal op niks gooien. Dat kan ik ook even laten zien. Hier, ik kan hem op niks gooien. Dus het is beter om hem te collecten. En dan krijg ik het misschien op een kaart die ik nog niet max level had. Nou, de witch heb ik dan wel max level. Of die kan er max level. Giant, Arrows, X-Bow en Collector. Dan hebben we hier de Legendary Token. Dat is weer 20k, want ik ruil hem altijd voor. En dan krijg ik een Legendary die ik al max level heb. En geef ik er eentje weg die ik nog niet max level heb. Oeh. Maar de Magic Coin heb ik al. Ja, dat is opeens een hele leuke vraag. Welke wil je dan upgraden?
Skarmy kan voor dat drill deck. Alhoewel, daar heb ik guards voor, dus het gaat niet veel veranderen. Dan neig ik eigenlijk naar of Spirgelbolde of Bats. Want die zie ik vaak in mortierdekjes. En dat zijn wel dekjes die ik wil gebruiken. Of de... Die? Laat ik Bats doen. Laat ik Bats doen. Ik zie Bats heel veel in dekjes die ik wil gebruiken. Laat ik dan Bats doen. Hoppatee, Bats naar max level. En dan... Dat kan ik me niet verwachten dat ik dat moest doen. En dan de Magic Coin erbij. Hier weer gold. Card dit en dat. Oké, okay. Poison erbij. Prima. En dan gaat het natuurlijk allemaal op deze Skeleton King. Kom op. Let's go. Skeleton King kan naar level 13. Dat is prachtig. Want dan kan hij gelijk ook naar level 14 met een Book of Books. Dat gaan we niet... Hey, let's go. Dat gaan we niet doen in deze video natuurlijk. Dat doen we later. Maar dat komt allemaal helemaal goed, boys. En dan krijg je nog wat mooie dingetjes bij. Gems, sap, goblins, furnace en wildcards. En dan heb je hier gold, gems, wildcard, scale barrel, e-barbs, rem. En dan heb je hier weer... We hebben witch kapot vaak gekregen. Misschien wil ik Clash Royale laten zien dat dat een nieuwe emblem heeft. Want ik heb echt ziek veel witches gekregen. Dan krijgen we hier nog een epic boek. Heb ik al een epic boek? Nee, oké. Okay, dus dan hoef ik daar ook niks voor te gebruiken. Dan gaan we eventjes deze unlocken, de royal chest. En dan nou, hoop ik nu eigenlijk weer niet op een Skeleton King. Want... Dat is gewoon letterlijk nutteloos. Maar ik denk dat ik hem wel krijg. Ik hoop nu liever op eentje die ik max heb voor 40k. Maar we krijgen wel de Skeleton King. Dat is eigenlijk een weggegooide Skeleton King. Had ik hem beter misschien nu moeten upgraden. Dan had ik 40k extra gekregen. Maar het is veel leuker om dat te doen in een aparte video natuurlijk. Dan ben ik nu helemaal klaar denk ik met het openen. Ja, dan ben ik helemaal klaar met het openen. Dan hoop ik dat jullie genoten hebben van de video. Ga ik snel afmaken. Echt de koffers snel afmaken. Want ik moet nu over 1 uur en 10 minuten weg. En dan hoop ik jullie genoten van de video. Dan ben ik zo weer terug. Nu komen er allemaal de video's die... Of, oh, dan zet ik allemaal deze video's, komt het later. Maakt niet uit. Jongens, hopelijk dat je deze video ergens anders kan. Andere video wilt, die zie je moet checken. Zien we nog een video en tot dan, mensen.